de beroemde schoenontwerper Jan Jansen. Die heeft mij ooit een schoenenboek, zijn biografie, toegestuurd. En daar stond hij eigenlijk als een schepper tussen al de schoenen. En daar kwam ook de gedachte van het boek vandaan. Van wat in de vorm van de mens, maar dan vertaald naar de schoenen. En zo in elke schoen beleeft zo zijn avontuur. En wat voor avonturen bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld de hoge hak. Die wil wel eens een sportschoen zijn. Een deftige herenschoen. En dan kijk ik even naar mijn schoenen beneden. Die heb ik van meneer Jansen cadeau gekregen. En die wil wel eens een kompelschoen zijn. Dus die gaat als kompelschoen of als deftige herenschoen gaat hij de mijn in. Nou ja, dat loopt niet goed af natuurlijk. De laars, een lege laars, die gaat auditie doen bij een balletschool. Nou, dat loopt uiteraard verkeerd af. Ondanks dat het om een fantasieverhaal gaat, wil Seelen ook een boodschap meegeven. Lak aan leer is kort door de bocht gezegd. Maling hebben aan iedereen tegenwoordig. Maar dat is ook het klein beetje de kleine boodschap die ik erin heb gezet. Iedereen heeft tegenwoordig maling aan iedereen. Iedereen doet het voor zichzelf. En het is juist een kreet van lak aan leer. En uiteindelijk zal het boek eindigt ook mee, schoen blijft bij je leest. En dat geldt ook bij de mens. Van blijf gewoon waar je tevreden mee bent en wees wie je bent. En dat zit verstopt in het verhaal. En wat zijn nou uw favoriete schoenen? Nou, kijk maar. Dat zijn mijn favoriete schoenen. Black Beauties. Vele licht. En ik kan even een kleine anekdote. Ik was bij Jan Jansen kennis maken 3 weken geleden. En dat durfde ik zomaar in zijn domein van het atelier, wat ik later heb gezien, waar de mooiste schoenen stonden. En dan kwam ik met mijn gimpen binnen. Nou, ik dacht dat de man, die trok helemaal wit weg. En 10 minuten later zegt hij, nou, ik heb iets moois voor je. Dus toen heeft hij mij zijn handgemaakte schoenen cadeau gedaan. En die draag ik nu vol trots. En die heb ik 5 maart ook vol trots gedragen. En ja, ik vind dat werkelijk fantastisch. En dat zijn mijn favoriete schoenen. Nou, uiteraard.